moest ook nog met Evelien spelen. Maar ja, ik had gelukkig al met Evelien gespeeld. En ik kende eigenlijk Evelien zeer goed. En Evelien en ik, we zijn echt zeer goede collega's. En we zijn ook echt vrienden, want we zien elkaar ook buiten het werk zo. Allee, als je het werk kunt noemen, hè, het is alleen maar plezant. Hè. Maar het is veel leuker om met iemand op een set te staan die je goed kent. En waar je tegen kunt zeggen van nee, ik zou het toch zo doen. Of we dagen elkaar gewoon keihard uit. En ik weet dat hij zeer eerlijk is. En ik weet dat hij zal zeggen als hij het niet goed vindt. Dus dat was een zeer leuke samenwerking met Evelien. Omdat dat al een ander klankbord was. Dat was ook een regisseur eigenlijk. Maar dan vanuit een goede vriendin. Met de ogen van een goede vriendin. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.